En het is weer tijd voor een nieuwe Daily Challenge. Wat mag gewoon gelijk beginnen. Dit is... Jezus, al gewoon 5 seconden verloren. Oh god. Als het is waar ik denk dat het is, dan... Het ziet er heel Russisch uit. Ja, dank je voor de bevestiging. Het zou ook nog Oekraïne kunnen zijn trouwens. Nou, volgens mij dacht ik de vorige keer dat ook toen ik dit zag. En toen bleek het uiteindelijk gewoon Rusland te zijn. Dus misschien is het gewoon wel verstandig om... deze keer wel voor Rusland te kiezen. De wegen zien er goed uit, dus ik gok dat het inderdaad wel redelijk in de buurt van Moskou zal zijn. Zou dit een supermarkt of zo zijn, of zou dit een bouwmarkt zijn? Kan ik erin? Nee. Ziet er wel supermarktachtig uit. Daar is dan... Dat is een apart oversteekbord. Ik bedoel... Het leek net alsof het... alsof de persoon voorover gebogen liep, zeg maar. Maar dat viel uiteindelijk alles mee. Ik hoopte stiekem dat ik een ding zou aantreffen. Een woord met een... hoe heet dat? Een woord met een ding erop. Een bord met een plaats erop. Stiekem. Maar, ja, verder dat er op de andere kant op stond. Ziet er goed genoeg uit. Het kan in de buurt van Moskou zijn. Nou, laten we zeggen hier of zo. Misschien ietsje. Ja. Niet onmogelijk. Wat is dit nou? Dat is een tankstation, ja. Wat een raar tank... het zat aan de andere kant. Het zat aan de andere kant van Moskou. Sorry voor al die dingen, maar het jeukte in mijn oog, dus ik moest even jeuken. En daarbij besloot ik lekker tegen mijn dingen aan te stoten. Tegen de microfoon. God, er zit nou wel weer Rusland. God, ik hoop het toch niet. Even kijken nog. Nee. Dit is... Spanje? Ja, ik denk dat het Spanje is. Maar waar? Aan de huizen te zien zit het in ieder geval niet aan de... in Catalonië, zeg maar. Al zag ik wel Playa staan, maar... ja, dat kan natuurlijk ook overal zijn. Oh, ik dacht dat het in een busje was, waar eventueel plaats op stond. Dat viel tegen. Oh, jongens. Laat ik in ieder geval eerst eens even Spanje selecteren.
Oh, wauw. Oh, wacht. Als het is wat ik denk dat het is, misschien nog wel een beetje wat. Ja, maar ja. Cancelo de... Wat is het? Volvo... ik denk niet dat dat net zo mooi... Nee, dat is niet zo mooi als... Brazilië of Amerika of Canada of zo, zeg maar. Dat je... Australië heeft het ook. Dat je heel mooi die... provincies of staatjes of gebieden of wat dan ook ziet. Als ik dit zie, dan zou ik denken dat het in het noorden is. Misschien hier wel of zo. Als ik Playa zie. Even kijken. Had slechter gekund. Oké. Oh, ik denk dat het Griekenland is. Even kijken of die... Ja, die vlag die bevestigt het. Griekenland. Even kijken, zou dit op een eiland zijn? Zou dit vasteland zijn? Ik denk dat het vasteland is. Of dit moet misschien Kreta zijn, dat zou ook nog kunnen. Wat is dit dan? Dat is raar. Nee, dit is wel het vasteland, denk ik. Nou ja, dit. Poeh, wat zou dit kunnen zijn, joh? Ja, joh. Oh shit. Ik zit weer gevangen in een of andere Twilight Zone. Oh, en nou in een duister gat. Van de Twilight Zone naar een duister gat. Ik. Volgens mij zit ik in de Griekse Area 51 of zo. Echt. Dat. Volgens mij ga ik nou ook terug. Rij ik terug. Oh mijn, ik rij niet. Dat doet de Google Auto. Ik volg alleen maar waar de Google Auto gereden heeft. Ik denk niet dat het al te noordelijk zal zijn, want het is niet echt. Trouwens, ik heb totaal geen pal verstand van Griekenland. Ik zag water ook, maar ja, je hebt hier ook water, dus dat. En ik weet absoluut niet wat dat is. Was het een bordje of was het gewoon een... Jezus. Wat? Een... armoedige bende is het eigenlijk. Ja, en ik zeg bende, maar dat klinkt heel respectloos. Zo bedoel ik het ook weer niet. Ik bedoel, ja, het is gewoon Jesus. Het zat veel verder naar het noorden. Ja, jongens, dat. Ik heb echt nul verstand van Griekenland. Hey, is het Amerika? Is dit... Waar zou dat zijn, joh? Colorado?
Nee, ik denk dat het Californië is. Die bomen. Die bomen lijken sprekend op die bomen in die ene aflevering waarvan ik zei van, oh, weet je wat? Je moet, zo kun je zien dat het bomen uit Colorado zijn, zo kun je zien dat het bomen uit Californië zijn. En ik vind ze sprekend op die bomen lijken. En dat was... Ik ben zo blij dat alles gewoon in één keer laat. Pas bij Reno in de buurt, denk ik, hè? Tenminste, ja, wel California, maar Reno ligt natuurlijk niet in California. Hallo? Oh jee. Jezus, ik wou net zeggen, heeft het internet mij opgegeven of... ik wil meer aanwijzingen. Maar het ik krijg steeds meer en meer het idee dat het inderdaad Californië is. En niet Colorado. Ja. Of het daar in de buurt zal zitten, dat weet ik niet. Want het kan echt overal zijn. Maar ik denk wel... Eigenlijk 99% zeker... dat dit Californië is. Of eigenlijk moet ik zeggen... Californië. In plaats van Californië. Ik weet niet. Ik vind Californië vind ik veel beter klinken dan Californië. Oeh, is er een bord? Staat er iets op? Hallo bord. Hallo muis. Muis. Waarom wil mijn muis gewoon niet meer ver vooruit springen? Is mijn muis gewoon gezegd van, ha! Zoek het uit! Ga iets anders doen met je tijd in plaats van mij te misbruiken voor Geocacher. Ja, mijn muis. Ik wil gewoon graag Geocacher spelen en opnemen voor de mensen. Voor die paar die er kijken. Of gewoon voor mezelf. Dat maakt niet uit. Was het Californië? Ja, toch? Yay! Wel een stukje zuidelijker dan wat ik dacht. Maar goed. Dat overleef ik wel. En dit... Is het weer Griekenland of zo? Het ziet eruit als een oude zak. Zijn dat... Nee, dat zijn... Zijn dat nou vlaggen of wat? Oh, nee, dit is... dit is niet Griekenland. dit is zeker niet Griekenland. Oh boy. Jezus, dit is in het Midden-Oosten, jongens. Kan ik er nog iets van een vlag of zo geven? Een echte vlag in plaats van die lapjes die daar hingen. Oh, wat de... Brussel. Maar aan de andere kant, als het een beetje toeristisch is... Zou je denken... Dat je al ergens iets kan vinden van waar het is, zeg maar. Oh boy. Oh, wacht, misschien dat ik hier iets aan zie. Nope. Wat is dit? Nee, better than. Nope. IJsjes. Ja joh, wat zou dit toch zijn? Ik denk niet dat het Saoedi-Arabië is. Wat houden we dan nog over? Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan. Kuwait.
Pakistan zou niet onmogelijk zijn. Iran, Irak vallen af. Saudi-Arabië is het volgens mij niet. Afghanistan ook niet. Waar nog meer? Jemen ook niet. Oman ook niet. Syrië niet. Het zou Jordanië kunnen zijn. Het zou Jordanië kunnen zijn. Ik heb Jordanië al een keer gehad. We zullen zien. God, ik zou toch zo graag wel iets van een vlag of zo zien, joh. Maar ik heb echt helemaal niks om op te gaan. Buiten ja. India. Oh nee, maar. Op de grens met India. Jezus. 458 punten. Jezus. 16.800. Dit is een van mijn slechtste rondes tot in recente tijd, om het zo maar te zeggen. Oh wauw. Niet heel veel mensen hebben het gevonden. Geeft ook al een beetje aan wat onze lieftallige mensen van de 25.000 daar zo gedaan hebben. Kijk, ik zeg niet dat deze mensen het niet weten, want ik durf te wedden als jij Arabisch kunt lezen, dat er vast wel ergens iets van Pakistan of wat dan ook gestaan heeft. Maar 458 punten, is lang geleden dat ik zo'n laag puntenaantal gehad heb. Voor één gok, zeg maar. Hoeveel stond ik? 18e. Nou, gaan we even kijken hoeveel waren het er ook weer. Oh. Ik moet niet de map zoomen. Daily Challenge. 607 hebben we er gespeeld. Ik zal nog wel wat zakken, maar. Het is nou niet dat ik zeg van. Dat was echt een hele makkelijke locatie. Nee. En de rest ook al niet, weet je. Rusland niet zo heel veel. Spanje niet heel veel. Daar zat ik redelijk dichtbij omdat ik de bomen herkende. Griekenland was ook maar. Sorry. Het was ook echt maar een dotje dat ik deed. Echt zomaar van. Boah. Het was vandaag geen makkelijke ronde, moet ik zeggen. Hopelijk gaat het morgen een stukje beter. Want. Zo'n ronde hoef ik niet heel vaak te hebben, zeg maar. Want dan gaat het plezier er wel af, zeg maar. Dan heeft zo'n muis met wat kuren. Weet je. Dus dan kom ik toch op het punt dat ik zeg van. Nou, weet je wat? Doe maar niet.